Op 5 juni stond hockeyclub Scoop in het middelpunt van het Nederlands hockey. De club haalde een heuse interland binnen, namelijk de vrouwenteams van Nederland en China. Natuurlijk ook een terugkeer van clubicoon Maartje Paume. Dit is toch de meest historische dag in de geschiedenis van hockeyclub Scoop. Zeker, heel erg zeker. Het is ook uniek eigenlijk in Limburg, het is 20 jaar terug dat er een interland was. Ja, we hebben het hier gewoon gefixt, hè. 10 weken doorlooptijd in de staat als een huis. Het weer zit mee, alles zit mee. Super. Hoe zei je dat, 10 weken? Heb je maar 10 weken de tijd gehad? We hebben dit in 10 weken georganiseerd. Klopt. Hoe kan dat? Een hele professionele club van vrijwilligers. We wisten dat maandag, woensdagavond zaten we bij elkaar met z'n achten. Dus kort daarna waren het 12 man. En met dat team hebben we het georganiseerd. En vandaag lopen er iets van 150 vrijwilligers rond. 20 van de CEO's, de rest vanuit de club. Ja, maar wacht even. Dus de hockeybond belt jullie 10 weken van tevoren. We willen bij jullie komen spelen. Klopt. Gaaf, hè? Maar daar heb je toch voor moeten bedelen, of niet? Er is natuurlijk altijd een bepaalde lobby die je doet. Maar ik denk dat we hebben in het verleden, zeg maar, de afgelopen 5 jaar laten zien dat we als club aan het groeien zijn. En dat we dingen kunnen organiseren, dat we vooruit gaan. En ja, en dan wordt dat op een gegeven moment beloond. Zo zie ik dat. Maar natuurlijk hebben we met hulp van Max, de vader van Maartje, een aantal knalen bewandeld om dit natuurlijk bovenaan aan de lijst te krijgen. Ja. En als je dit dan ziet, prachtige entourage, hè? Ja, het is gewoon eigenlijk het WK in het klein. Ik weet niet of jullie, voor degenen die in Den Haag zijn geweest, dit is gewoon het WK in het klein. Het is super. Het feest begon met de onthulling van het eerste veld dat de naam Maartje Paumeveld kreeg. Ook de trotse ouders van Maartje waren aanwezig. Nee, dat is geweldig. Dat is hier op eigen geboortegrond een interland kunt spelen. En dus, die min wijten is er nog nooit voor gekomen dat in Zuid-Limburg een nationaal team gespeeld werd. Dat is uniek. Vanaf de eerste minuut drukte de wereldkampioen de Chinezen in de verdediging. We waren toch benieuwd waarom de hockeybond voor Sittard Geleen had gekozen. Eigenlijk 2 redenen. We komen heel graag, het is een soort nieuw beleid van de hockeybond om 8 tot 10 interlands van zowel de dames als de heren door het land heen te spelen. En dan niet op de traditionele verenigingen, maar op plekken waar we minder vaak komen. Dus we komen heel graag naar Sittard. Dus dat is nog 1 belangrijke reden. En de 2e reden is dat we het ook nog extra leuk vinden dat Maartje Paume hier vandaan komt. Dus dubbel eigenlijk. Dus de provincie in, wil dat zeggen dat het de Randstad verzadigd is? De Randstad en sommige delen van Brabant, daar zien ze de tophockeyers vaker dan in Limburg of in Friesland of in Drenthe. Dus er is iets meer verzadiging. Dus het enthousiasme is hier gewoon groter, maar dat zien jullie wel vanavond. Wat dacht je toen je binnenkwam vanmiddag? Fantastisch. Ik wist al dat er zoveel kaartjes waren verkocht, dus ik had het al gehoopt. En ik had al de mensen, het enthousiasme had ik al verwacht, maar dit overtreft nog de verwachtingen. Het is fantastisch. Jullie gaan dat vaker doen om de sport te promoten. Ik denk dat dan een... Ja, dat goed gaat lukken. Ja, we willen dit heel graag doen om de sport te gaan promoten. In Sittard, maar ook in Leeuwarden, in allerlei plekken in Nederland. Om te kijken of we daar ook een stukje populairder nog kunnen worden. Nou, en zoals hier achter mij te zien is, is er volgens mij wel iets van potentie om nog ietsjes populairder te worden. De vrienden van hockeyclub Scoop organiseerden eigenlijk alles. Wij werden 9 weken geleden gevraagd door Ronald om dit te organiseren. En wij hebben toen 10 man bij elkaar geroepen en het was geweldig hoe enthousiast iedereen was. En dit is het resultaat. In 10 weken maak je zo'n hockeypark ervan? Ja, dit is, stond in de krant stond er al met een stikje, een festival met een stikje. Nou, dat is geweldig. Dus... Hiernaast wordt gevoetbald, maar die hebben nooit zoveel veel toeschouwers. Ook dat, de parkeergarage staat vol en dat is volgens mij de afgelopen 2 jaar bij Fortuna nog niet gebeurd. Hoe komen jullie erbij om zo'n tribunes neer te zetten en dan voor 3.500 tot 4.000 mensen? Ja, nou goed, de bond wilde er ook een spektakel van maken. Nou, wij ook. En wat moet je dan doen? Dan moet je zorgen dat er voldoende mensen binnenkomen. Nou, je kunt hier maar langs de kanten maar een paar honderd mensen kwijt. Toen hebben we, zijn we begonnen met offertes aanvragen voor tribunes. En de maximale tribune
3200 stuks, 3200 personen. En nu zitten er ook. Gevallen doelpunt, dus dat is ook weer meegenomen. Wat voor uitstraling heeft dat naar jullie toe, naar de hockeyclub? Nou, de hockeyclub is ontzettend groot. Er zijn zoveel vrijwilligers binnen de club die, nou heb je waarschijnlijk van Ronald al gehoord, zich inzetten om dit tot een spektakel te maken. En het heeft veel invloed. De sponsorcommissie is harder gaan werken. De jeugdcommissie is bezig om... ik denk dat dat een hele grote spin-off heeft op de vereniging. En dat is ook de bedoeling van de vrienden. En wij willen in de toekomst ook meer van dergelijke activiteiten, niet zulke groots opgezette activiteiten, maar meer activiteiten gaan organiseren voor de club. Ik stond vanochtend op en toch wel iets meer zenuwen dan normaal, moet ik zeggen. Ik vond het wel mooi om terug te komen op de plek waar ik ooit begonnen ben. En dan kom je hier aan en dan zie je wat er allemaal opgezet is en hoeveel mensen hier zijn komen kijken. En hoe het hockey ook hier in Limburg leeft, dat vind ik echt heel bijzonder om te zien en mooi om hier terug te keren. Volgens mij, als je geblinddoek hier naartoe gebracht werd, had je niet in de gaten dat je bij Scoop was. Nee, ik kreeg van de week al een paar foto's doorgestuurd van hoe het hier eruit zag. En ik moest even twee keer goed kijken hoe het nu ook weer in elkaar zat met hoe de velden lagen en zo. Dus super mooi, echt super gaaf. Je vergeet alleen te scoren op je eigen veld. Dat was mooi geweest. Het was leuk geweest als er eentje in was gegaan, mocht helaas niet zo zijn vandaag. Maar ik denk dat we voor de rest gewoon een goede wedstrijd hebben gespeeld. En gewoon gedomineerd hebben heel de wedstrijd. En we hadden iets meer goals mogen maken. Maar 3-0 is prima uitslag voor... we zijn nu 2-3 weken pas weer samen naar de club, zeg maar, naar de play-offs. En zie je toch dat we even op elkaar ingespeeld moeten raken. En dat de echte scherpte nog moet komen, maar dat komt met een paar weken wel. Vind je het spelletje nog altijd leuk na al die jaren? Ja joh, ik geniet nog steeds. Ik denk dat het wel een van de mooiere momenten uit mijn carrière is. Ook al is het maar een oefening in het land. Op je eigen clubje zoiets spelen, dat is natuurlijk wel echt iets heel tofs. En ik geniet nog steeds van het spel. En zolang ik dat nog heb, dan ga ik nooit door. Als dat niet meer zo is, dan stop ik ermee. Want het is toch wel het allerbelangrijkste om het leuk te vinden. En ik geniet nog iedere dag. Ik heb nog even met je ouders gesproken. Blijf er trots op je. Ja, is mooi. Ook vandaag komen ze het veld op en ze hebben toch gewoon heel hun leven... Ja, ze konden met fiets komen, zei ze. Klopt, ze hebben toch heel hun leven alles voor mij gedaan. Me overal heen gebracht en naartoe gebracht. En nu mochten ze het hier op eigen clubje organiseren. En zie ik ze het veld opkomen, gewoon trots. En ben ik heel blij dat ik dit samen met ze mag doen. Kijk eens totaal, wacht. Ik zie het. Je bent voorlopig nog niet binnen. Ik ben nog even bezig, gelukkig is het mooi weer. Joyce, gaat dat nu iedere keer zo? Nou, de sfeer is hier wel heel mooi, moet ik zeggen. Het is leuk dat er zoveel kinderen zijn dat ze zich zo hebben laten horen allemaal. En wij zijn blij met de support natuurlijk. En het was een mooie wedstrijd, denk ik. En jullie zorgen ervoor dat hockeysport leeft, hè? Ook hier in Limburg. Ja, dat is een mooi compliment. We doen ons best. Het spelletje is toch iets vermoeider, maar ik moet zeggen, jullie zijn wel heel enthousiast. Dat is wel leuk. Hoe is het hockey in de provincie? Nou, we hebben wel vaak in de provincie gespeeld hoor. Je doet wel zo'n... Laat ik zeggen, hoe is het hockey in Sittard geleend? Leuk, heel leuk. Ja, echt onwijs goed georganiseerd. En er wordt al aan dat ding getrokken vlak ik bij klaar ben. Heel goed georganiseerd, één groot feest. Het leek een beetje op het WK, zeg maar. Al het publiek en de muziek en de hele ambiance was echt super gaaf. Het was leuk. En wie weet komen de dames nog een keer terug op de velden van Hockeyclub Scoop.